Hallo, mijn naam is Carmen Rieu. Ik ben 48 jaar en ik woon al de helft van mijn leven in de mooie Huldespoorstad Kortrijk, waar ik ook zetel als gemeenteraadslid. Ik ben mama van Hanne en in januari ben ik getrouwd. Voor het Vlaamse Belang ben ik verkozen als volksvertegenwoordiger in het Vlaams parlement. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Wel, het is net geen jaar geleden dat ik door Wouter Vermeers werd aangesproken of ik op de tweede plaats wou staan van de gemeenteraadslijst voor Kortrijk en ook voor de provincieraadslijst van West-Vlaanderen dan. Het was voor mij de eerste keer dat ik op een politieke lijst stond en ook meteen een verkiesbare plaats kreeg aangeboden. Op dat moment was het stadscentrum van Kortrijk helemaal in de ban van gewelddadige overvallen, steekpartijen en ook jongeren die het rumoerig maakten. En daarom zijn veiligheid, rechtvaardigheid en bescherming mijn inzet van deze verkiezingen geworden. Ik wil absoluut dat mijn dochter een veilige toekomst toebedeeld krijgt. Ook onze gezinnen, dat ze een goede toekomst toebedeeld krijgen. En na het succes van de gemeenteraadsverkiezingen werd ik toen aangesproken door Stefan Sintelbin met de vraag of ik op de lijst wou staan voor het Vlaams parlement. En omdat ik vind dat het hoog tijd is voor die verandering waar de Vlaming echt recht op heeft, heb ik daar niet aan getwijfeld. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Voor mijn persoonlijke verkiezingsuitslag beloofde die verkiezingsdag niet zo spannend te worden als de gemeenteraadsverkiezingen, omdat ik eigenlijk op een vijfde niet verkiesbare plaats stond. Wouter en ik zijn die ochtend samen naar de stembus getrokken. In de namiddag hebben we samen met onze gezinnen iets gaan eten op de Grote Markt van Kortrijk. Om rond een uur of vier naar een lokaal volkscafeetje te trekken om samen met onze militanten de eerste verkiezingsuitslagen te bekijken. En die leken op dat moment al heel veelbelovend. Dan zijn we naar Londerzeel getrokken, waar we de overwinningsspeech van onze partijvoorzitter Tom van Grieken hebben meegemaakt. En ook samen met de andere kopstukken nog wat verder gevierd. En later op de avond zijn we dan weer naar West-Vlaanderen afgezakt, naar Kachtem, waar ons provinciaal secretariaat zich bevindt. En dat stond toen echt op zijn kop. Voor mij was dat echt het kippenvelmoment van mijn verkiezingsdag. We werden onthaald door de sympathisanten, door de militanten, door andere kandidaten. Die stonden daar luid applaudisserend. En ook de pers was toen heel massaal aanwezig. Ik ging helemaal op in die verkiezingssfeer en ik had op dat moment helemaal niet gedacht dat ik uiteindelijk ook nog zou kunnen verkozen worden. Ik was zo tevreden, zo content over de verkiezingsuitslag die het Vlaams Belang toen had gehaald. Dus die avond ben ik dan rustig gaan slapen. Maar de volgende morgen werd ik wakker in een compleet rechts-Vlaanderen. Om 5:30 gaat bij mij altijd de wekker af en ik nam mijn gsm en die was overstelpt door berichtjes van je bent verkozen, proficiat. En dat was voor mij een complete verrassing, want ik had dat totaal niet meer zien aankomen. Bent u tevreden met het resultaat? En of ik tevreden ben met dit resultaat. Het Vlaams Belang heeft nooit zo'n hoge score gehaald in West-Vlaanderen. En deze score, dit resultaat, overstijgt ook onze stoutste dromen. We hadden gehoopt op 2 zetels in het Vlaams parlement. We hadden gedroomd van 3 zetels, maar uiteindelijk zijn het er toch 5 geworden. Tijdens het grote overwinningsfeest was ik zodanig in de ban van het feest zelf en van de overwinning van de partij dat ik mijn eigen voorkeursstemmen niet heb gevolgd. Ik heb de hele dag ook geen tijd gehad. We waren bezig met feesten en pas de volgende dag heb ik dan echt vernomen dat ik verkozen was. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Eerlijk gezegd is dit de moeilijkste vraag die je mij kunt stellen op vandaag, omdat ik totaal niet weet wat er op mij afkomt.
Als HR-manager heb ik heel vaak functieomschrijvingen uitgeschreven en ook mensen geïnterviewd op basis van duidelijke taakomschrijvingen. Maar als je politiek mandaat opneemt, staat dat niet zo goed uitgeschreven. Dus in eerste instantie ga ik gaan observeren, ook gaan studeren en me zo veel mogelijk grondig gaan verdiepen in de materie waarin ik me straks ga moeten specialiseren ook. De commissies zijn er vandaag nog niet uitgereikt, maar ik wil me toch wel focussen op een aantal thema's waarin dat, die echt leven bij de mensen. En daarbij denk ik dan aan veiligheid, aan landbouw, aan openbare werken, mobiliteit, welzijn, het gezin. En eigenlijk in het verlengde van mijn studies heb ik ook wel heel sterke voorkeur voor het luik toerisme en onroerend erfgoed. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Momenteel werk ik nog bij Brustor. Dat is een West-Vlaamse onderneming die gespecialiseerd is in zonnewering. Ik werk daar ondertussen een drietal jaar en ik doe mijn werk ontzettend graag. Maar het is onmogelijk te combineren met het politiek mandaat dat ik straks moet opnemen. En op 26 juli heb ik afscheid genomen van mijn collega's en ga ik vanaf nu ten volle gaan voor mijn nieuwe uitdaging. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Wel, ik besef dat ik afstap van een 9-to-5 job en dat de avonden zullen gevuld worden met lange vergadermomenten. Maar ik moet ook toegeven dat het op dit moment wel combineerbaar is met mijn huidige gezinssituatie. Ondanks het feit dat ik op een niet verkiesbare vijfde plaats van de lijst stond en ik eigenlijk eerder in gedachten had om de komende legislatuur verkiesbaar te stellen, dus op een wat zichtbare plaats op de lijst te staan, is het op vandaag mij aangeboden geweest. Ik ga die kans ook nu grijpen. Ik zie het compleet zitten. Ik heb er echt zin in en ik ga er met volle hoesten voor gaan. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Wel, de kiezer mag mij afrekenen als ik niet heb geluisterd. Het is mijn bedoeling om de volgende 5 jaar zoveel mogelijk tussen de mensen te bewegen en te luisteren wat bij hen leeft. Mijn kiezers liggen me zeer nauw aan het hart en ik wil hen ook overtuigen dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. Samen met hen wil ik ook nog meer mensen gaan overtuigen om voor het Vlaams Belang te stemmen. Ik wil eigenlijk dat we samen met zoveel mogelijk mensen ervoor zorgen dat Vlaams Belang en N-VA de meerderheid gaan behalen en dat Vlaanderen onafhankelijk wordt. En ik ben er ook van overtuigd dat we in 2024 nog een veel betere score zullen halen. En als het nu niet gebeurt, als het cordon sanitair nu niet wordt doorbroken, zal dat zeker gebeuren in 2024.